Jules Deelder mag dan zijn overleden, in de stad leeft hij nog altijd voort. Zijn gedichten sieren gevels, zijn naam zingt nog rond en zijn boeken worden nog altijd gelezen. En nu is er de Woendekammer in de Doelen. Een ode aan zijn schrijverschap en zijn liefde voor de jazz. Dit gaat over zijn schrijverschap. AMC Fok en Arie Deelder, de vrouwen in zijn leven, de eeuwige verloofde en dochter, die zei, ja, met Jules kan je alle kanten om als een Woendekammer hebben. Je kan het over zijn jazz hebben, je kan het over zijn pakken hebben, je kan het over alles hebben. Maar laten we het over zijn schrijverschap hebben, want dat is toch de essentie van hem. Kijk nou, wat hij nagelaten. Ik mis hem nog steeds. Ik mis hem in de stad. Ik mis zijn houding. Maar ik weet ook dat jonge mensen ook helemaal weg van hem zijn. Zoveel gedaan. Ja, ik denk ook dat hij een houding heeft achtergelaten. Ja, en waanzinnige boeken. Rotterdam Magic, het gedicht over Rotterdam, is niet te filmen. Rotterdam is niet te filmen, de beelden wisselen te snel. Rotterdam heeft geen verleden en geen enkele trap, geen vel. En opeens was het er, deze regenbui van taal is het eigenlijk, van Rotterdamse taal. Ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik ben heel blij met het resultaat. Kijk, hij is niet vergeten, dat vind ik er zo tof aan. Moeten we dit ook blijven stimuleren. Komt er nog een Woendekammer? Zeker weten. Maar eerst Jules. Dit staat nog zeker een maand. En daarna gaan we een andere toffe kunstenaar of artiest vragen.